Trainingsvisie. Bert, al benaderd door FC Twente? Nee, nee. nee. Ik heb mijn telefoon nog niet gekeken. Maar ik vermoed ook niet dat dat gaat gebeuren, Piet. Nee, daar ben je nog net niet aan toe. Oh, dat weet ik niet, maar er zijn vast mensen die nu al heel veel sollicitatiebrieven hebben geschreven. Ja, <laughs> ja dat denk ik ook. Maar eerst even over de wedstrijd van afgelopen zaterdag. Hardkemaarse boys. Het was weer zo'n oude wedstrijd Harkemaarse boys, DVS pot. Hij was lastig. En uh, dat weet je van tevoren dat het daar lastig wordt. Maar, uh, maar ik moet zeggen, we starten goed aan de wedstrijd. We Lees eerst 20 minuten. Blijven we voetballen. Voetballen we uh, goed en direct naar de goal toe. En laten we Harkem eigenlijk niet in de wedstrijd komen. Maar um, ja, uh, buiten de goal om uh, hebben we uh, te weinig afgedwongen om het verschil meteen in het begin te maken. Ja, inderdaad. Een uh, in eerste helft, uh, daar was ik. Uh... Zelf uh, behoorlijk tevreden over uh, hier uh, live uh, vanuit uh, de, het clubhuis, maar toch wel eigenlijk op het veld uh, van Harkemaars Boys. Maar ik wist het zelf op een gegeven moment ook niet waar ik was, maar ja, het was wel redelijk uh, live. Uh, tweede helft, waarom uh, lukt het uh, nou niet om onder die druk uit uh, te komen? Wat, waar, 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 waar ging dat mis? Nou ja, mis. Kijk, ze hadden een formatie aangepast. Dus op het middenveld kwamen allemaal koppertjes. Iedereen kwam één op één te staan. Dus het was moeilijker om de vrije man te vinden bij balbezit. En wat ze deden, ze gingen veel eerder pompen. Dus op eigen helft gooiden ze man meteen ja, richting onze 16. Dus onze achterhoede kwam verder naar achteren te spelen. Ja, en dan krijg je veel duels, veel tweede balmomenten. Ja, en, en dan hebben zij heel veel duelkracht. Ja, en dan is het lastig om daar onderuit te voetballen. En daarnaast was het ook zo, als we de opbouw over zorgen vanuit een doeltrap en dergelijke, dan zetten ze goed vast. Dus ja, wij werden ook meteen getuigd dwongen om de bal ver weg te leggen. Ja, en, en dan moet ik zeggen, ik denk na de rust eerst 25 minuten hebben we weinig tot niets laten zien. Was het slordig, onrustig en um, konden we de oplossing niet vinden. Ja, de oplossing. Wat moet dan de oplossing zijn? Ja, dan moet je, je moet in alle tijden elkaar in blijven spelen en door blijven voetballen. En, en de bereidheid hebben om de bal te hebben. Een keer sterk zijn, zodat de groep weer aan kan sluiten. En dat gebeurde te weinig. Ik vond dat we ons gingen verstoppen. Uh, en, en dat kan niet op dit niveau. Je moet de bereidheid hebben om dan je ploeg te helpen. En uh, dan moet je eerst maar een grote jongen zijn. En van daaruit dan betere keuzes gaan maken. En gelukkig uh, na 25 minuten lukte dat wel. Uh, toch uh, vind ik het wel weer een hele mooie teamprestatie. En met name die verdediging, die stond toch wel weer als grote kerels. Ja, maar ja, goed, weken geleden was onze aanval het sterkste punt. Toen maakten we veel doelpunten, waren de wedstrijden snel uh, in ons voordeel beslist. Ja, nu is het zo dat we inderdaad kunnen leunen op die, op die verdediging. En dat is natuurlijk niet alleen de laatste linie, maar ook die jongens daarvoor die veel energie erin stoppen. Alleen het zorgt er ook voor dat je, dat je, doordat je er zoveel energie instopt, dat je aanvallend wat minder kracht hebt. En uh, ja, daar moeten we een betere balans in gaan vinden. Maar toch is dit wel waar je voor gehaald bent. Dan heb ik zo, had ik zo eigenlijk een beetje zo mijn idee om dit soort wedstrijdjes. Zoals verleden week tegen Scheveningen en nu tegen Harkemaarse Boys. Om die wel gewoon te winnen. Ik hoop niet dat dat de enige reden is waarom ik gehaald ben, Piet. Maar uh, uh, nee, het is wel bekend bij mij inderdaad dat als het voetbal ook niet lukt, dat ik eis van een groep dat ze in ieder geval hun best doen, een stinkende best doen om uh, met z'n allen zo'n klus te klaren. En um, ja, het, het ging een beetje zoals ja, ze mooi op zijn putten hè? En uh, ja, dat zijn ook wel heerlijke overwinningen. Alleen, dat moet je niet te vaak doen, want op een gegeven moment gaat dat fout. En uh, het is ook niet zo dat we het bewust deden. Maar de energie die de groep erin steekt, de, de teambalans was, uh, was erg goed. Ja, en dat is wat ik wel graag zie aan een ploeg, omdat je altijd een keer een minder wedstrijd kan Spelen. Maar dan moet je wel met elkaar de bereidheid hebben om uh, dit over de streep te trekken. Hoe weet jij dat ik uh, dan zeg uh, op zijn putters? Ik hoor nog wel eens wat van jou op de vrijdagmiddag, uh, Piet. Oké, okay, goed. Hey, uh, uh, ik, ik weet gewoon dat je, dat je de nadruk altijd ligt op teamprestatie. Dat je, dat je, je hebt eigenlijk een hekel aan dat ik een paar namen ga noemen, maar toch ga ik ze even noemen. Want ik heb toch uh, echt de, mijn grootste waardering voor zo'n Kukan Yassar, die, die de, ja, ongeveer de hele competitie uh, ja, niet in de basis stond en nu er gewoon staat. Nou, voor de goede orde. Volgens mij speelde hij de eerste 9 à 10 wedstrijden wel in de basis. Dus uh, ja, toen heeft hij dus alles gespeeld en daarna een poos niet. Nu pakt hij zijn kans, hè. Die, die is er. Um, maar Geukan heeft in al die maanden een ontzettend positieve instelling gehad. En, en uh, dat is gewoon een fantastische jongen om mee te werken. En die voelt nu ook wel uh, hoe groot het verschil is voor hem voor zichzelf in het begin van het seizoen en nu. Hij is gewoon nu gewend aan de, aan de trainings, uh, ja, trainingslading die, die, die we door de week hebben, het voetballend vermogen van de groep. Uh, maar ook de slimheid van verdedigers in deze klasse. Dus, uh, maar als persoon heeft hij zich altijd keurig en netjes gedragen zoals het hoort. Echt een voorbeeldprof uh, in mijn ogen. We lenen hem gewoon een jaartje uit aan Dovo en daarna komt hij gewoon weer terug, Bette. Ja, ik weet het niet, Piet, dat laten we allemaal aan de TC over. <laughs> Oké, okay, goed. Hey, en dan nog een uh, naam. En, vol en volgens mij heeft hij gewoon twee punten gepakt voor de ploeg. Hij uh, was uh, vorige week tegen Scheveningen al uh, behoorlijk soeverein. Onze doelman, uh, Todori, Velanas. Ja, dat is een pitbull, hè? Die staat daar in die goal. Uh, ook die pakt nu zijn kans en uh, die wil de koste van alles uh, die nul houden. En het mooiste moment was natuurlijk dat hij uh, in een 1-1 duel met uh, met Bimes, dat, uh, dat hij heel snel weer op de been stond en met een katachtige reflex nog die, uh, ja, die bal tegenhoudt. Ja, dat zie je op de training al uh, met de kiepstraining uh, zijn ze ontzettend mee bezig. En dat is wel mooi om dat dan uh, terug te zien. Maar hij staat daar alsof hij al uh, een paar jaar in het eerste uh, staat te keeper. Ja. Het was hier in het clubhuis uh, al uh, super spannend. Maar je moet daar op, uh, op de bank wel peentjes gezweet hebben, Bert. Ja, we zaten naar die klok te kijken en we dachten dat hij niet zo goed, heel erg goed was. Want die ging wel zo langzaam. Uh, ja, dat, dat geeft allemaal aan hoe je dan op de bank zit. Je bent niet uh, verzekerd van, nou, dit wordt, uh, dit, uh, die punten gaan we heel makkelijk binnenhalen. Nee, ik denk wel vanaf minuut 72 zaten we al te kijken van, oeh, als dit maar goed gaat. Uh, de laatste minuten waren extreem uh, spannend. Uh, vijf minuten erbij, nou, best veel. Uh, maar gelukkig, uh, op Citriaans, uh, doorheen getrokken. Toch wel een mooie revanche op die nederlaag. Die hele zure thuisnederlaag ook van 1-0. En ja, toen hadden we ze natuurlijk plat moeten spelen in die tweede helft. Maar nu hebben we ze toch mooi op zijn harkenmaas gepakt. Ja, dat was een stukje revanche wat we hebben kunnen pakken inderdaad. En, maar goed, als we het in de top mee willen doen, moeten we meer gaan laten zien. En daar gaan we deze week weer hard mee bezig. Spijkenissen aanstaande zaterdag. Toch een hele gevaarlijke tegenstander, denk ik. Een paar hele goede voetballers, dat weet jij maar al te goed. Nou ja, het is zelfs uh, inderdaad uh, een groep jongens die ontzettend goed kunnen voetballen. Ook heel goed combinatiespel kunnen laten zien. Zeer enthousiast spelen. dus moeilijk te verdedigen. Uh, hun uitslagen die, uh, ja, die liggen er ook niet om. Het is veel gelijkspel, Dat betekent dus dat ze veel doelpunten maken, maar ook veel tegenkrijgen. Dus uh, veel energie erin stoppen. Ja, het wordt een wedstrijd, uh, denk ik, net zoals uit. Uh, het gaat best wel naar heen en weer uh, aankomende zaterdag. Ja, alleen wij moeten zorgen dat. Um, ja, dat we het enthousiasme bij hun gaan temperen door uh, die wedstrijd snel te beslissen. En we moeten laten zien uh, dat we geleerd hebben van die eerste wedstrijd. Ja, in die eerste wedstrijd, en uh, dat hebben ze ook tegen meerdere tegenstanders laten zien, het eerste half uur, dan klappen ze erop, en dan, uh, dan weet je niet wat er gebeurt. Dan vliegen ze links en rechts langs je heen. Ja, dat is wel mooi om te zien. Uh, inderdaad, en een vrij uh, aparte speelstijl die, die veel waardering oplevert. Uh, en, uh, maar iets wat minder punten. En uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om dat je punten haalt en uh, niet alleen op basis van uh, rennen en vliegen bezig bent. Maar daarmee doen we dan ook de groep uh, verspijkenissen tekort door. Want het zijn allemaal klasbakken. Als je de samenvatting allemaal ziet, dan zie je echt wel dat ze goed kunnen voetballen. Alleen dat is het ook. Uh, wij moeten zorgen dat ze niet uh, aan voetballen toekomen. Ik ben zelf benieuwd, maar misschien de supporters ook wel, hoe het met de Ishikawa gaat. Weet jij daar iets van? Nou, het laatste nieuws is dat hij geopereerd is in, uh, in Japan en dat hij nu bezig is met zijn herstel. En Jordi van Zelm, uh, hoe is het daarmee? Ja, die hebben we toevallig net nog gesproken. Die heeft een uh, toch wel een vervelende voetblessure en uh, ook dat duurt allemaal wat langer dan uh, van tevoren gedacht. En Niels en Joran, dat gaat ook nog wel een tijdje duren? Ja, die, die uh, hebben dus een medische issues dat nou, ik verwacht niet dat ze binnen nu en een week uh, op het veld zullen staan. Nee. Maar met de rest van de jongens uh, heel veel succes in de voorbereiding na de wedstrijd uh, tegen Spijkenisse, Bert. Ja, het wordt een druk weekend natuurlijk met ook nog Magerep erachteraan. Dus uh, ja, paasweekend is al normaal gesproken bepalend uh, voor de rest van de competitie en daar uh, heb ik heel veel zin in. Ja. Ja. Ga maar eens een paar beste eieren leggen, Bert. Ja, maar dat is goed verstoppen voor jou, Piet.